Wouters, Tweede Kamerlid voor het CDA. Rick Brink, gemeenteraadslid CDA. Goedemiddag. We hebben net een mooie paneldiscussie gehad in Chillout. U zat niet zo lekker, geloof ik, of wel? Ik zag u een paar keer zo naar de rug grijpen. Nee, ik ben 2 meter 110 kilo en dan is zo'n bakkruk toch vervelend op de duur. Maar het was een prachtige discussie, dus ik heb me uiterst vermaakt. Ja, toch wel. En ook een hoop er weer van opgestoken. Dus, 110 kilo, zei je, en ik hoorde ook flink afgevallen, ja, dus ja, het was nog veel meer. Ja, ik hoor wel meer. Hè. Je bent als wethouder, je bent hier veel zitten, veel mensen bezoeken, maar overal is het ook goed verzorgd. En, ja. Weinig tijd om te sporten en te bewegen. Dus je zult moeten zorgen dat je in beweging blijft. Dat is inderdaad waar. Was u al eerder hier in de regio of is dit de eerste keer? Nee, ik was ik kom sowieso door heel Nederland heen als Tweede Kamerlid. Maar wel met de nadruk op Brabant en Limburg moet ik zeggen. Want ja, dat is gewoon dichter bij huis. En dus u komt van oorsprong uit Os, hè? Ik kom uit Os, ja. Ik kom wel in mijn vorige werk bij BMC als interim schooldirecteur ben ik regelmatig door in heel Nederland geweest. Ik ben in Hengelo, Overijssel, toch wel dichterbij, Oosterhesselen, Drenthe, Apeldoorn, Amersfoort. Dus, wel bekend met dit gebied, zeg maar. Wel bekend in grote lijnen met het gebied. En we hebben nauwe contacten natuurlijk met de CDA-afdelingen, dus ook regelmatig telefonisch. Aha, want hoe is deze bijeenkomst tot stand gekomen? Daar kan Rick iets over vertellen, denk ik. Ja, zeker kan ik daar iets over vertellen. Nou ja, René zei het zelf ook al, de lijntjes met het landelijke richting het gemeentelijke zijn heel kort. Dat is ook fijn, want als wij vragen hebben, dan kunnen we hun makkelijk benaderen. En andersom werkt het ook zo. Jullie kennen elkaar ook al. Ja, we zijn een aantal keren bij elkaar geweest. Uiteraard spreken we elkaar ook op landelijke congressen en dergelijke, ledenvergaderingen. En wat je ziet is dat wij het belangrijk vinden dat Kamerleden weten wat hier speelt. Ook in gemeenten zoals de gemeente Hardenberg. René vindt het ook erg leuk om zich daarin te verdiepen. En straalwaard ook uit en draagt het ook uit. Dus we hebben contact gezocht met elkaar. Niet ingewikkeld, via woordvoerders gewoon elkaar gebeld. Ja. Gewoon gezegd van, gooi, ik kom nog eens naar Hardenberg en hij zit hier. Ja, precies. Maar nou hebben we van alles gehoord, hè. Nog geschrokken over bepaalde uitlatingen? Of zeg je, ik heb niks nieuws gehoord? Nou, je hoort altijd iets nieuws. Ik heb ervan genoten. Echt geschrikken doe je nooit, maar het is wel als je met een... Want veel dingen zijn natuurlijk in Hardenberg wel iets anders dan in pak een beet, Os, Eindhoven, Amsterdam of Tilburg. Maar er is natuurlijk ook veel overlap. Maar wat is bijvoorbeeld anders dan? Je hebt grote steden of plattelandsgebieden, het is anders de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De hoeveelheid wisselingen, als je in een wijk woont waar mensen 40 jaar blijven wonen of maar 5 jaar. Verschillende bevolkingsgroepen die door elkaar wonen of net iets minder, dat is allemaal wel verschillend. Ja, goed, het meest opvallend was natuurlijk, althans voor mij, dat de jeugdig zat te verkondigen in die paneldiscussie. Vandaag zeker. 50-60% van de Hardenbergers is aan de drugs. Om het maar een beetje ongenuanceerd te stellen. Ja, daarmee zeiden ze wel van 50-60% van de jongeren die zich in een bepaalde groep bewegen, is gebruikt met enige regelmaat iets. Ja. Zo zeiden ze. Ja. Daar schrik ik niet van. Wiet wordt veel gebruikt. Naar mijn idee natuurlijk ook veel te veel, want het is gewoon niet goed voor je. Nee. En het is ook leuk om die discussie te zien hoe de verschillende manieren van hoe kun je daarop reageren zijn. Ik ben wel van de school van, je mag met mensen best confronteren met dat iets niet goed is. En dat je ook niet hebben wil, wel voor zorgen dat je in gesprek blijft met je kind natuurlijk. En niet denken dat als ik maar zeg dat het niet mag, dan zal het wel niet gebeuren. Zo werkt het bij mij thuis niet. Nee, want dat wordt toch eigenlijk duidelijk gesteld. Ja, maar zo werkt het dus, ben je ervan geschrokken? Kijk, je weet natuurlijk wel dat de jeugd gebruikt, zowel drank als drugs. 65% daar schrok ik wel van, dat is natuurlijk een hoog aantal. Daar steken we onze kop ook niet voor in het zand, daar moeten we wel iets mee doen. Maar goed, dat doe je niet van vandaag op morgen, dat heeft een beetje tijd nodig, maar het heeft zeker wel onze aandacht. Ik denk dat het wel belangrijk is om te vermelden. Ja. Wat, even heel concreet, wat kan u met deze informatie die u vanmiddag hebt gekregen hier in Dedemstraat, kan je daar überhaupt wat mee in de Tweede Kamer? Nou, heel vaak, zeker. Kijk, er komen dingen voor, ook hier, die wel kloppen. Op papier, maar die niet deugen in de praktijk. Gewoon dat je zegt van we hebben het op papier aardig georganiseerd, maar in de praktijk loopt dat niet. We hebben hier bijvoorbeeld de
dominee of predikant die vertelt over hoe zit het nou als kinderen, als de ouders van kinderen scheiden, een kind komt in de knel, dan kunnen we op papier wel hebben geregeld dat ouders bijvoorbeeld hulp kunnen krijgen, moeten ze wel zelf betalen, maar op papier is dat geregeld, die hulp zou beschikbaar zijn. Nou ja, je ziet dus dat heel veel mensen dat niet doen en dat een kind dan in de knel komt. Hij geeft ook aan van, is het nou niet mogelijk om dat of via de gemeente of via de Rijksoverheid in de vaste basisvoorziening te stoppen, om daar iets voor te verzinnen, want hier komen kinderen groot in de knel. Ja. Als mensen uit elkaar gaan en ze hebben weinig inkomen, dan betekent dat om te beginnen voor beide partners dubbele lasten en heel vaak financiële problemen. Maar dat is nog maar het financiële aspect. Het emotionele aspect vind ik veel groter. En dan denk ik met name aan kinderen. Ik geef basiscategorisatie op een basisschool. En ik ben na een jaar gewoon heel boos geworden. Omdat er herhaaldelijk allerlei kinderen bij me kwamen. Huilend, groep 7, 8. Die vertelden dat na de scheiding papa en mama nog steeds dikke bonje hadden met elkaar. Toen hebben we vanuit de kerk hebben we een avond voor vaders en voor moeders apart georganiseerd. Van voor gescheiden ouders, van hoe ga je dan om met elkaar? Wat mij daarbij onder andere opviel, was dat er geen relatietherapie is in het basispakket van de basiszorgvoorziening. En zo had ik op een zeker moment 3 mensen, alle 3 in een echt vaste relatie. En die liepen met allerlei problemen en kwamen er bij de psycholoog terecht. Die hielp heel goed. Maar vervolgens bracht dat zoveel in ontwikkeling bij die mensen, dat het ook gevolg had voor de relatie. Als de ene partner verandert, heeft het ook gevolg voor je relatie natuurlijk. Zei het tegen de psycholoog, goh, kun je ons daarbij helpen? Nee, zei de psycholoog, want dat wordt niet vergoed. Dat heeft in deze 3 situaties tot een scheiding geleid. Ik durf de stelling aan, in 2 van die 3, dat het niet nodig was geweest als er goede begeleiding was geweest. Als dat domweg in het basispakket had gezeten. Het gevolg, emotionele schade. Uiteindelijk lopen er weer 2 van die gescheiden partners opnieuw bij de hulpverlening. Kosten opnieuw. En 3 kinderen lopen nu ook bij de jeugdhulpverlening. Maar ik denk dat er wat aan gedaan zou kunnen worden. Ik weet ook dat er partijen zijn in Den Haag die het voor iedereen een pakket willen hebben. Ik weet ook dat er zijn die het absoluut niet willen hebben. Maar ik weet ook dat je het als gemeente kunt organiseren. In ieder geval door een collectieve verzekering af te sluiten voor mensen die bijvoorbeeld tot 120% minimum inkomen beuren. En het daarin mee te verzekeren. Ja. Nou, die komen in de knel, dat is ook zo. Het is in CDA Hardenberg, geloof ik, een speerpunt geworden ook in het verkiezingsprogramma. Mm-hmm. En dat sta ik volledig achter. En ik denk ook dat je in Den Haag moet kijken van, kunnen wij dat... Maar is het ook een speerpunt voor het CDA in Den Haag? Het is op dit moment in basisvoorziening. Nee, want we hebben uiteraard een coalitieakkoord waarbij je met z'n allen moet samenwerken. Het is niet de speerpunt in het coalitieakkoord. Dat wil niet zeggen dat het geen belangrijk onderwerp is waar je aan moet denken. En ook niet als het gaat om preventie op heel veel andere gebieden. Want uiteindelijk is zo'n basisvoorziening wel een beetje belangrijker dan bijvoorbeeld wat ik overigens gemist heb hier. Het aanleren van het Wilhelmus, om maar wat te noemen. Ik denk die bijeenkomst, die begint met... Daar wil ik nog wel iets leuks over zeggen trouwens, want hier is, ik kan die vraag bijna verwachten, dat als er iets zo mooi uit zijn verband wordt getrokken, is dat steeds. Kijk, het Wilhelmus, dat, die hele zin is ooit gekomen uit 2 pagina's Telegraaf, waarin gezegd wordt, vindt u dat Nederlanders het Wilhelmus moeten kennen? Ja. En als ze het dan moeten staan? Ja. Ja, dat kun je groot maken, maar ik ken geen één land op de aarde waarbij een meerderheid van de elite zegt, nee, volkslied, klein kleutertje moeten ze kennen, maar het volkslied is belachelijk. En als we het zingen, dan gaan we erbij liggen. Dus de media heeft het eigenlijk opgepakt. Nee, maar kijk, wij vinden het heel belangrijk als CDA dat dingen die elkaar, die ons verbinden nog, een aantal dingen verbinden ons nog. Of dat nou het Koningshuis is, vinden wij belangrijk, of nou het Wilhelmus is, of dat nou eens de buurtvereniging. Die dingen moet je niet weggooien, die moet je gewoon groot maken, want we moeten het wel samen doen. We zijn geen land vol individuen en dat wat ons bindt is gewoon belangrijk. En ja, ook het Wilhelmus is belangrijk, zonder het nou op die manier op te kopen inderdaad. U kent het zelf wel, neem ik aan? Ik ken 2 coupletten. 2 coupletten, dat vind ik al helemaal goed. Ja.
Rick ook? Ja, Rick kent het wel, maar als ik het nu zou gaan zingen, dan zouden alle kijkers weglopen. Ik wou net zeggen, nou, ga je gang. Nee, dat kunnen we jullie kijkers niet aandoen. Misschien kun je rappen. Ja, zo kan het. Nou, daarover gesproken, want u bent toch diegene die rapper Boef geboycott of opgeroepen heeft tot een boycott van rapper? Nou, rapper Boef, nou, ook dat ligt iets genuanceerder, dat was aan de hand. Rapper Boef zei mooi op... dat hij s'nachts is thuisgebracht door 3 keks, vertaald hoeren, en de volgende dag legde hij uit dat dat ook terecht was. Want moet je horen, vrouwen die midden in de nacht alcohol drinken, waar ook mannen bij zijn, die zijn ook gewoon hoeren. Nou, dus mijn conclusie was, laten we die man helpen. Als je de last hebt van vrouwen die alcohol drinken midden in de nacht, dan moet je hem niet boeken waar vrouwen alcohol drinken midden in de nacht. Dan is het rap gedaan met Rapper Boef. Dat was meer een grapje. Niet geen grote landelijke boycott, maar ik denk van ja... Dit is zo belachelijk, daar mag je best iets van zeggen. En dat doe ik dan ook. Oké, maar goed, die boycott heeft wel gewerkt, want hij wordt nauwelijks. Het heeft nog ook. Nou, als hij dan ook wat anders gaat denken en doen, dan is het toch fijn. Oh ja? Ja. Dus wat dat betreft is het een geslaagde actie. Ik vond het een geslaagde actie. Ik moest er wel om lachen om een blogje wat je in 10 minuten schrijft, hoe die binnen een kwartier landelijke media kan halen. Ja, dat is wel apart. Oké. Okay. Nou, maar u hebt in ieder geval een mooie middag gehad hier in Deemstraat. We hebben een heerlijke middag gehad. Zou je daar nog eens heel goed aan terugdenken? Ik denk er aan terug en de lijntjes zijn kort. Dus als nog, en ik heb het telefoonnummer is ook breed verspreid, geloof ik. Als ergens de jongeren hier van het jongerencentrum komen ook naar Den Haag. We gaan ze rondleiden in de Tweede Kamer. Dus... Ja, die afspraak is inmiddels gemaakt. De datum is nog niet geprikt, maar de afspraak is gemaakt. Ja. Oké, media niet uitgenodigd. Ik kan niet mee. Als je mee wil, mag je mee. Goed, dan gaan we nog eens. Mag je achterin het busje, maar dan moet je wel het wel anders zien.